gaan vandaag voor het eerst gebakken larven eten. Dan kun je dus gewoon bij de Lidl kopen. Ik ben benieuwd, Marije. Ja, jij mag de eerste. Oh ja, wel met mayonaise, want dat hoort bij zulke dingen. Maar was het ook al van springhaanlarven, toch? Ja. Het is hem zacht. En? Niet zo lekker. Smaakt nergens naar. Ook niet naar larf. Nee, dan smaakt ik echt nergens naar. Ik ga even proberen. Het smaakt naar de olie waar je het in gebakken hebt. Oh. Nee, dat is het enige wat ze nog hadden. Echt lekker is het niet. Wat is dan dat? Hé? Dat is helemaal nergens over. Nee, dat smaakt echt nergens. Het smaakt naar de olie waar je het in gebakken hebt. Of peperhaal of zo. Nou, dus het is helemaal niet zo verschrikkelijk om larven te eten. Zie je wel. Insect are very good for you. Dat zei die man in de auto toch, dat larven helemaal nergens meer smaken. Ja. Springkanen, dit schijnen wel lekker te zijn. Ja? Lekker knapperig. Ja. Het gaat straks omweren. Nee. Kijk maar, die wolk. En kijk maar eens wat daaraan komt. Zo, maar op een of andere manier krijg ik zo hier in het huis het gevoel dat ik heel de wereld aan kan. Ja, dat heb ik ook. Gek, hè? Ja. Echt heel vaag. Ja, en ik ook. Het is heel rustig. Tamara heeft net zitten lezen. Ik heb een half dutje liggen doen. Ik had echt zoiets... Het lijkt het paradijs wel. Ja. Alleen niet nog ander eten. Ja, met een beetje mayo en peper is wel te doen. Ja, gaat zo. Oké. Nou, dan ga ik ook even eten.